Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van de EK voorspellen. De laatste ronde van de poolfase is voorbij, dus we weten eindelijk wat de achtste finales gaan worden. Voor Nederland heel erg positief, maar daar komen we zo meteen nog op. Laten we eerst maar eens heel even naar de uitslagen gaan kijken van ronde 3 van de poolfase. Italië won met 1-0 van Wales. Zwitserland-Turkije werd 3-1. Oekraïne-Oostenrijk werd 0-1. Macedonië-Nederland werd 0-3. Rusland tegen Denemarken werd 1-4. Finland-België 0-2. Kroatië won met 3-1 van Schotland. Tsjechië-Engeland werd 0-1. Zweden moest tegen Polen, dat werd 3-2. Slowakije-Spanje werd 0-5. Portugal-Frankrijk werd 2-2. En ook Duitsland-Hongarije werd 2-2. Dan is dit de eindstand van de pools. In pool A heeft Italië dik gewonnen. Die heeft alle wedstrijden gewonnen. Die heeft 9 punten gehaald. Ook Wales en Zwitserland zijn door met 4 punten. En Turkije is uitgeschakeld. In pool B heeft België alles gewonnen en heeft dus 9 punten. Maar het is wel een hele bijzondere pool. Want er waren daar 3 landen met 3 punten. Waarvan alleen Denemarken doorgaat. Dus dat is een heftige pool. Pool C had Nederland dik gewonnen, die heeft ook alle 3 de wedstrijden gewonnen. Oostenrijk tweede met 6 punten en ook Oekraïne is met 3 punten door. Noord-Macedonië is helaas uitgeschakeld. In Pool D heeft Engeland gewonnen met 7 punten. Kroatië en Tsjechië hebben allebei 4 punten en die gaan allebei door. En Schotland is helaas uitgeschakeld. In Pool E heeft Zweden gewonnen met 7 punten. Spanje is tweede met 5 punten en Slowakije en Polen zijn uitgeschakeld. En dan in Pool F heeft Frankrijk de pool gewonnen met 5 punten. Duitsland en Portugal zijn door met 4 punten. En Hongarije is helaas afgevallen met 2 punten. Dan gaan we kijken naar de voorspellers top 8. Normaal is het top 8, maar aangezien er meerdere mensen op de 8e plaats zijn, heb ik die er even afgehouden. De volledige stand is natuurlijk weer te vinden in de beschrijving. Bovenaan staat Stan de Voetbalman met 34 punten. Op nummer 2 staat Luc met 30 punten. Ik sta zelf derde met 29 punten. Romano en Jesper staan vierde met 27 punten. En Jarno en Dilano staan zesde met 26 punten. De weekwinnaar deze keer was Thomas. En de vorige week heb ik ook niet kunnen noemen omdat ik dat toen nog niet wist. Dan zijn dit de wedstrijden die we gaan voorspellen voor de achtste finales. Ik heb ze even zo neergezet dat de winnaars zeg maar, van de wedstrijden waar ze bij staan tegen elkaar moeten. Dus ik heb hier België, Portugal en Italië, Oostenrijk. En de winnaar van die twee wedstrijden moeten tegen elkaar. Zo heb ik ze neergezet, dus niet op welke volgorde ze worden gespeeld. Dus België, Portugal en Italië, Oostenrijk. Dan hebben we Frankrijk tegen Zwitserland en Kroatië tegen Spanje. Zweden ontvangt Oekraïne en Engeland moet tegen Duitsland. Hele leuke wedstrijd. En Nederland moet tegen Tsjechië en Wales moet tegen Denemarken. Ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. En dan zie ik jullie heel graag weer bij de volgende aflevering van EK Voorspellen. Tot de volgende keer. Adios, amigos.